aarde, dat is de aardkorst. En die bestaat niet uit één stuk, maar uit 7 grote platen en een heleboel kleinere platen. En die platen noemen we tektonische platen. En die platen hangen niet aan elkaar vast. En ze passen eigenlijk ook niet helemaal goed in elkaar. Het is dus geen perfecte puzzel. Die tektonische platen liggen op een dikke laag gestolde magma, de aardmantel. Dat zijn gesteenten die zo heet zijn en onder zo'n hoge druk staan dat ze zich gedragen als een zeer stroperige vloeistof. Daardoor is de grond onder onze voeten eigenlijk constant in beweging. Letterlijk. Elk jaar schuiven de tektonische platen enkele millimeters dichter naar elkaar toe, van elkaar weg of naast elkaar. Zo kunnen trouwens ook gebergtes ontstaan. Dat zijn dan platen die tegen elkaar duwen tot ze omhoog komen. Meestal werken we helemaal niets van die beweging, maar op sommige momenten voelen we ze wel. Bij een aardbeving of een vulkaanuitbarsting. Vooral aan de randen van twee platen gebeurt dat. Vandaar dat aardbevingen en vulkanen op die plaatsen in de wereld veel vaker voorkomen dan op andere plaatsen. Het bewegen van die platen en de gevolgen ervan, dat is platentektoniek.